Leuk dat je er weer bent voor een nieuw filmpje. Ik ben Simone Denekamp van Stemmed by Simone. Dat is mijn kanaal, zo heet ik overal op social media. En ik ben Stamping Up demonstratrice, onafhankelijk Stamping Up demonstratrice. Dus alle mooie producten die je in mijn filmpjes voorbij ziet komen, kun je bij mij bestellen als je dat zou willen. Ja, ik wil vandaag een leuk klein projectje met jullie delen. Namelijk deze leuke tag. Ik heb een beetje opgeruimd in mijn kast. Ik had afgelopen weekend een workshop hier. En de tafel was één grote ravage. Dus ik moest wat opruimen, wat dingetjes in de kast. En toen heb ik dus mijn kast met stempelsets opgeruimd. En ik heb een hele boel stempelsets inmiddels te koop aangeboden. Dat doe ik op de Facebookpagina Stamping Up Ruilen en Verkoop. En ik dacht, misschien is het leuk om voor jullie een kleine actie te doen. Dus als jullie wat zouden willen bestellen, ik zal hier onderin de beschrijving zal ik de Facebookpagina linken. En dan kun je een beetje naar beneden scrollen totdat je mijn advertenties tegenkomt. En als daar nou wat voor je bij zit, krijg je van mij 50% korting op de verzendkosten. Als je de code gebruikt die hieronder ook bij staat. Als je mij dan een berichtje stuurt, dan als je die code dan noemt, krijg je 50% korting op de verzendkosten. Nou, en deze tagjes, ik heb inmiddels al drie bestellingen weggedaan. Er waren twee dames die hadden een stempelset. En er was één dame die had twee pakken designpapier besteld. Ik dacht, ja, ik vind het ook zo kaal om er niks bij te doen. Dus voor iedereen die dus wat heeft besteld van de advertenties die ik dus afgelopen weekend online heb gezet, die hebben daar dus deze leuke tag bij gekregen. Nou, ik had er vijf gemaakt, ik had er twee extra. En ik dacht, ja, eigenlijk is dit wel een heel leuk projectje om ook eventjes met jullie te maken. Nou, ik heb het meeste heb ik al voorbereid. En ik ga nu met jullie een beetje de onderdelen nog verder voorbereiden. Zodat ze op de tag kunnen. Nou, wat heb ik nou gedaan? Ik heb deze tag die heb ik uitgestanst met behulp van de TaylorMade Tag Dies. Nou zijn die... Weet ik niet helemaal zeker of die inmiddels retired zijn of niet. Maar ja, dit zijn van die dingen die heb je en die doe je eigenlijk niet echt meer weg. Ik heb deze rechter met die rechte hoekjes, de grootste, die heb ik gebruikt. En ik heb deze voor, ja, die komt dan hier zo bovenop. Kijk, dat zit hier dan, hier zo wordt die opgeplakt. Dus die heb ik in het basic black, deze in het basic white. En dan heb ik met het prachtige designpapier All Together. Dat is met die handen. Kijk, het is echt wel heel mooi papier. Ik ben altijd een beetje... Ja, ik probeer dat wel in het zakje te houden, zeg maar. En hem dan een beetje zo... heel mooi zwart-wit papier. Je zou het kunnen kleuren. Wat je wil. Je kan het ook gewoon zo zwart-wit gebruiken. Nou ja, dit vond ik dus heel mooi papier. En... ik heb dit printje gebruikt. Die zit ergens een beetje in het midden. Met de hartjes heb ik een strookje van gesneden van 1,5 centimeter. En hier gaat het papier kapot. Een strookje van 1,5 centimeter. En voor die vijf tekjes die ik heb gebruikt. En dan dit is nummer 6. Had ik aan twee strookjes genoeg. En heb ik gewoon zeg maar lijm erop gedaan. Opgeplakt en dan het overtollige heb ik er afgeknipt. Nou, dat zal ik nu ook gelijk even doen. We hebben het hier nu toch liggen. En ik heb die strookjes heb ik gewoon heel gelaten. Ik heb ze zeg maar zo aangelegd om te kijken hoe breed het moet zijn en waar ik de lijm moet doen. Dus doe ongeveer hier op het stippellijntje van de taglijm, hier op het stippellijntje. Nou, dan weet ik zeker zeg maar dat ik niet te veel heb en er overheen ga. Nou, en dan lijn ik hem aan de linkerkant uit. Helemaal gelijk met de rand van de tag. En dan pak ik hem eventjes recht voor me. Om te zien of ik dan een beetje recht zit. Even aandrukken. En dan pak ik mijn schaar erbij. En dan, zoals je ziet, hier komt een heel klein randje voorbij. Die knip ik er even af. Nou, en dan is die stap al klaar. Nou, deze ga ik straks ook gebruiken voor het...
voor bij een pakketje. Als jullie een pakketje bestellen, krijgen jullie ook zo'n leuke tag. Dus ik begin even voordat ik hem verder aan de voorkant ga bouwen. Ik heb een hele leuke logo stempel. Heb ik ooit een keer laten maken. Gewoon met een beetje memento inkt. En hem dan afstempelen. Zodat de mensen weten dat hij van mij komt. Nou ja, hier kun je het niet zo goed zien. Maar het is, mijn logo, Stem by Simone. En dan met mijn website erbij. Dus dat is die. Nou, dan kunnen we ook gelijk eventjes dit... het is eigenlijk de versteviging van het oogje. Wat ervoor zorgt dat je... dat het gaatje ietsjes minder snel uit zal scheuren. Waardoor je er dus, misschien ook best wel wat grotere dingen... op zou kunnen plakken. Je zou hem iets zwaarder kunnen maken. En dan kan die dat hebben met zo'n verstevigingsdingetje. Nou, je plakt hem met de rechterkant gelijk aan de bovenkant. Daar waar de tag dus ook recht is. Nou, even zorgen dat het schaartje, dat die goed uitlijnen met elkaar. Nou ja, dan kun je die vastdrukken. Het enige wat ik vergeten ben is om even een stukje twine erbij te pakken. Dat zal ik gelijk even doen. Gewoon zo een klein stukje. Deze was van de Pampered Pets. Daar hoorde die bij. Maar volgens mij is die nog steeds te bestellen. Ja, ik ben wel gek op zwart-wit. Ik ben blij dat ik er nog wat van over had. Nou, en dit is gewoon zeg maar er doorheen steken. En dan zo aantrekken. Nou, dan zijn we al best wel een eindje. Wat heb ik dan verder nog? We hebben de bloem. Die heb ik geponst met de kleine Daisy Pons. En daar heb ik er twee van geponst uit Whisper White. En dan pak ik eventjes een klutje erbij. Nou ja, zoals je ziet hier heb ik de andere bloemetjes ook opgedaan. Ik pak Petal Pink Inkpad pak ik erbij. En ik pak mijn Petal Pink Inktdauber. Nou, ik heb hier voor mezelf een systeem in. 1, 2, 3, 4. Dus dat is deze. Dat is even goed kijken, want deze ziet er eigenlijk best wel een beetje oranje uit. Als ik zou zeggen van dit is Calypso Coral, dan zou je denk ik eerder geloven. Maar deze is van de, hier zijn jullie, Petal Pink. Ik heb bij mij in de kast rechts zijn de Brights, dan de Subtles, dan de Neutrals en dan de Regals. Dus zo zit het ook zeg maar hier in mijn doosje. Rechts de Subtles. Als ik het doosje zeg maar zo hou, dan staat het gelijk met hoe de kleurenseries bij mij in de kast staan. En dan is het gewoon, dit is zeg maar de eerste kleur die bovenin zit. En dat is bij de Brights is dat de Poppy. Dan de Melamambo. Flirty Flamingo. Mango Melody, Daffodil Delight. Oh, daar gaat het al mis. Dit is groen. Ja, nou, die hoort hier dus niet. Maar goed, zo is het een beetje de bedoeling dat mijn systeem is. Nou ja, zoals je ziet hier en daar gaat het een beetje mis soms. Ja, het is gewoon eventjes een beetje op je beetje inkt opnemen van je pet. En dan doe ik eerst even twee of drie keer zo de overtollige inkt eraf. En dan is het gewoon in het midden een ronddraaiende beweging. En omdat je de twee hebt, is er dan eentje zeg maar voor onderop. Dan doe ik meestal de eerste. En dan eentje die bovenop zit. Nou, dan ben je al best wel wat van de inkt zeg maar kwijt. En dan wordt hij lang niet zo donker meer. En het is natuurlijk met een echte bloem ook. Dat hij aan de onderkant vaak ook, als je een laagje verder kijkt, daar lijkt hij vaak ook wat donkerder, omdat daar gewoon minder licht komt. Hè? Dat hij een beetje in de schaduw zit haast. Nou, dan is dit dus al voldoende voor wat wij nu aan het doen zijn. Dauwertje weg en de inkpad weg. Dan kan ook dit papiertje weg. En dan zullen we hem gelijk even op elkaar plakken. Ik doe daarvoor gewoon een klein stipje lijm in het midden van de onderste set met blaadjes. En dan lijn ik deze een beetje uit. En dan zo zeg maar dat er geen ruimte meer tussen de blaadjes doorkomt. En dan heb je een mooie Daisy. Kijk, oh, daar verschoof die. Ik heb een beetje, veel lijm. Maar ik heb wat meer lijm gebruikt dan eigenlijk nodig was.
En ik probeer hem ook altijd zeg maar zo op elkaar te leggen. Zoals nu zie je hier een heel klein beetje tussen die twee blaadjes doorkomen. Dus ik probeer hem zo op elkaar te leggen en vast te plakken. Dat je dus nergens meer ruimte tussen die blaadjes door ziet komen. Dat is denk ik nu. Dan ga ik er nu ook niet meer aan zitten. Dan ga ik hem nu laten drogen. Dus dat is een onderdeeltje. Dan heb ik de nieuwe... ik zou eens eigenlijk niet eens weten hoe je dit uitspreekt. Je schrijft het B-O-U-G. Bogpons. Bouwboeg. Ik heb geen idee. Het zijn blaadjes. Het is dit kleine takje en dit wat grotere takje. Nou, ik had nog twee scrapstukjes. Ik heb een scrapstukje Old Olive en een scrapstukje Perpisas. De Old Olive die was iets groter. Die heb ik op maat geknipt. Ik heb gewoon even hier aan de onderkant heb ik opgemeten hoe breed dat takje moet zijn. En nou ja, hij hoeft niet helemaal tot onderaan. Kijk, ik heb nu net hier een heel klein puntje wat hij niet meeneemt. Maar goed, dat takje zit toch onder de bloem. Nou, een keertje ponzen. En dan is dat het grote takje. Deze die kan weg. En dan is het aan de andere kant eigenlijk net zo. Ik steek hem erin, nou ja, zover ik hem vast kan houden. En ook hier weer, kijk, hij gaat niet helemaal tot aan het uiteinde hier zo rechts. Maar dat is niet erg, want ook dat valt weg. Nou, dan hebben we hier ook, kijk, want hij ja, heeft hem hier, zit hij los. Nou, dan hebben we ook die, deze mooie pons, nog steeds te bestellen. Die staat in de, volgens mij in de jaarcatalogus. En dan hebben we, even zien hoor, deze. Wat had ik nog meer? Oh ja, ik heb, dat is trouwens wel, deze is retired inmiddels. Dit was van de Celebration. Speciale momenten. Nou ja, deze vond ik er perfect bij passen. Want hier staat veel plezier ermee. Nou ja, deze zit, zit erbij nou ja, op producten waar ik dus afscheid van neem. En waar ik jullie dan heel blij mee maak. Ja, en ik, ja, veel plezier ermee vond ik echt een super passende tekst. Dus ik heb hier een scrapstukje Basic White. Ik heb mijn Memento inkt. Kijk, dat is de kat. Die komt even vertellen dat ze het er niet mee eens is. Nou, eventjes beinkten. En dan haal ik hem eventjes naar me toe. Want dan wil ik hem eventjes goed gaan uitlijnen. Zodat ik zo min mogelijk hoef te knippen. Nou zit hij hier dus onder vast. Ik heb hem even uitgelijnd, afgedrukt. En dan ga ik hem nu dus losmaken. Veel plezier ermee. Nou, en dan mag dit ook alweer gelijk uit beeld. Dan ga ik deze eventjes... Nou ja, hij is niet eens heel erg recht. Blijft een dingetje. Knippen blijft ook een dingetje voor mij. Ik heb op zich het uitknippen van dingen heb ik wel ontdekt. En dat doe ik ook steeds meer en meer. Maar het, zo het uitknippen van een tekst. En ja, dat het dan ook echt opvalt als je scheef knipt. Ja, dat is nog steeds wel nou ja, een dingetje. Beter dan dit wordt het niet. Dus hier ga ik het ook mee doen. Nou, en dan kunnen we de onderdeeltjes een beetje op de... op de tag gaan plakken. Ik vind het mooi zeg maar om een beetje diepte in de projectjes te creëren. Dus ik probeer een beetje ja, die blaadjes een beetje omhoog te vouwen. Ik hou dus mijn duim in het midden en dan ja, laat ik ze om mijn duim heen een beetje omhoog komen. Even zien, ik heb hier een beetje Tombow. Doe ik aan het uiteinde van het grote takje doe ik een beetje lijm. Niet te veel. Nou, en dan plak ik gewoon willekeurig, plak ik hem eronder. Hij hoeft er niet heel ver bovenuit te steken. Kijk, ik heb hem echt wel, nou ja, hier tot op een bloemblaadje geplakt. Oh, sorry, ik zat naast de camera. Kijk, echt wel tot op een bloemblaadje. Want dan komt hij er aan de bovenkant, nou ja, nog best wel een eind onderuit. Dat was ook de reden dat ik bij die andere, ja, ze niet het hele takje had geponst. Ja, en dat scheelt ook nog, want het is ook wat voordeliger voor je papier. Nou, en deze die steek heb ik er bij die andere ook gewoon een beetje zo achter gestoken. Dat hij, nou ja, wel opvalt.
Zo, even goed aandrukken. Nou, dan doe ik de lijm, die doe ik weer even dicht. Dan pakken we voor deze bloem een grote dimensional. Die past daar precies achter. Ik heb hier nou van alles opgeplakt. Maar als je hem uit hebt geponst, dan past daar eigenlijk precies op één manier, zeg maar, een dimensional achter. Ja, het is net alsof die daarvoor gemaakt is. Ik vond het helemaal leuk. Nou, achterkantje eraf. En dan mag deze op de tag. Nou, en dan een beetje zo dat het groen, zeg maar, niet helemaal strak langs de rand opgaat. Maar een beetje over de tag heen. En ja, ook zo dat dit leuke randje, dat die daar bovenop zit, soort van. En dan deze tekst, die plak ik hier zo op. Nou, omdat die hier dus al met één dimensional opgeplakt zit, doen we in ieder geval al één dimensional aan de rechterkant van de tekst. Achterkantje eraf. En omdat ik hier die blaadjes wat naar boven heb omgevouwen, doe ik dus voor de zekerheid een tweede dimensional bovenop die eerste. Dan heb je daarmee dus mooi de hoogte. En dan doe ik aan deze kant, zet ik een heel klein streepje met de tongbol. Die gaat zo meteen aan de bloemblaadjes hechten. Nou, en dan heb ik die andere, die heb ik net iets onder. Net iets onder dit stukje met die hartjes geplakt. Plak je hem er op, dan kom je in het midden uit. Plak je hem op de rand, vond ik het niet mooi. Dus daarom heb ik hem er net iets onder geplakt. Dus je ziet nog net een randje wit, zeg maar, tussen je tekst en je randje met je hartjes. Nou, dan is het even uitlijnen. En omdat je aan de linkerkant tombol hebt gedaan, kun je hem best nog wel even een beetje bewegen. Nou, dan zijn we alweer bijna klaar. Want ik heb nog aan embellishments. Even zien, ik heb de Pearl Basic Jewels gebruikt. Nou, de kat die komt even vertellen dat ze het er nog steeds niet mee eens is. Het is nu 16:50. Het is prachtig weer. Het is echt wel een geweldige dag. Ja, die katten die zijn een beetje gewend nog dat ze om 4 uur eten krijgen. Waarom 4 uur? Denk je misschien een beetje rare tijd. Maar dat is ja, op het moment dat einde van de zomer de klok dan een uur terug gaat. Dan ja, is het voor mij dus 4 uur. Maar ja, voor hun is het eigenlijk 5 uur. Dus, ja, dus nu is het voor hun eigenlijk nog steeds 5 uur. Want ja, je kan van een beest niet verlangen, zeg maar, dat ze ja, in één keer hun biologische klok een uur aanpassen. Deze komt zeg maar als hartje van de bloem mooi in het midden. Daarvan heb ik er maar eentje gebruikt. En ik heb zo'n leuk klein vlindertje van de Brushed Brass Butterfly. Zeg, dat is 3 keer heel snel achter elkaar. Ja, die heb ik zeg maar hier zo gebruikt. Zo een beetje boven ja, de takjes. En dat was het eigenlijk. Dit is ja, de hele tak. Hij is, nou ja, zoals je ziet is hij precies hetzelfde. Nou ja, kijk, hier zit het takje wat meer naar links. Dus heb ik het vlindertje wat meer naar rechts. Weet je, het, is, ja, het blijft handwerk. Dus ja, er zal er niet één exact hetzelfde zijn. Maar goed, ze zijn allemaal wel in dezelfde stijl en met dezelfde materialen gemaakt. Ja, en zo kun je eigenlijk heel snel, stel dat je een cadeautje hebt gekocht of je hebt een bosje bloemen en je wilt er toch nog even een persoonlijke touch aan geven. Dan, nou ja, dan heb je dus binnen no time heb je zo'n leuke tag gemaakt. En nou ja, die kun je ook helemaal aanpassen naar ja, de wensen van degene die hem mag ontvangen. Zoals mijn moeder, die is gek op gerbera's. Nou ja, dit lijkt best wel een beetje op een gerbera bloem. En ja, dus dit zou bijvoorbeeld voor mijn moeder perfect zijn. En nou ja, iemand anders die houdt weer, weet ik veel, van vlinders of van. Dus ja, zo kun je voor ieder wat wils en naar ieder smaak toch heel snel ja, een leuk tekje in elkaar flansen, om het maar even zo te noemen. Ik hoop dat je het een leuk projectje vond. Kijk hieronder in de beschrijving eventjes voor de link naar de Facebookpagina. Waar de tweedehands stamping up spulletjes te koop aangeboden worden. En wil je bij mij wat bestellen, dan kun je dus met de kortingscode die hieronder in de beschrijving staat, krijg je 50% korting op de verzendkosten. Nou, dankjewel dat je er weer was. Vond je het een leuk projectje? Geef me alsjeblieft een duimpje omhoog. Ik wens je voor nu een hele fijne dag en ik zou zeggen tot de volgende keer. Doei!